Overstromingen en wateroverlast hebben bijzondere gevolgen voor zoetwatervoorraden, stelde professor Max Huisden de vorige week bij zijn presentatie in verband met de onderzoeksdag van de derde cohort van de docent Professionalisering Research DPR-traject op de Antetokounmpo Universiteit van Suriname. De wetenschapper stelt dat wateroverlast veel kwalen met zich meebrengt op lang termijn. Bottom line is that the aquifers that we just talked about are sensitive to, for example, salt intrusion, salination, where we see that as the salt water increases, even the aquifers that currently hold sweet water, they become salinated, and basically this causes a problem. In countries such as Suriname, flooding becomes an issue because our coastal area where most people live is flat, yeah, and it's relatively low laying. And if sea level rises, then you understand what happens. With a little bit of water, you already get situations like this. Extreme weather events. Lots of rain in a short period of time. Huisden geeft verder aan dat de zoetwatervoorraden gevoelig zijn voor aantasting door zoutwater. De voorraden kunnen op den duur meer zout gaan bevatten, wat een gevaar kan vormen voor hele ecosystemen.